Je leert hoe je een groepje van 3 woorden maakt die in een zin bij elkaar horen. Dit moet je weten. Het groepje bestaat uit een lidwoord, een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord. Er zijn 3 lidwoorden: de, het en een. Een zelfstandig naamwoord is een woord voor een mens, dier of ding. Een bijvoeglijk naamwoord zegt wat je van het zelfstandig naamwoord vindt, of hoe het zelfstandig naamwoord eruit ziet. Mama geeft Sil een dik boek. Een dik boek is een groepje van 3 woorden die in deze zin bij elkaar horen. Het groepje bestaat uit het lidwoord een, het bijvoeglijk naamwoord dik en het zelfstandig naamwoord boek. Je kunt er ook andere groepjes van 3 woorden voor in de plaats zetten. Bijvoorbeeld, mama geeft Sil de warme trui, het rode kopje, een dikke kus, een schone broek, het zilveren lepeltje. Dit ga je leren. Je leert hoe je een zin langer maakt. Dat doe je door vragen te stellen over het werkwoord. Dit moet je weten. Bij een werkwoord kun je vragen stellen. Wie, wat, waar, wanneer. Zo wordt de zin steeds langer. Lezen. Sil leest voor het eten een strip op zijn bed. Het werkwoord is leest. Je maakt een zin door te vragen wie leest? Sil. De zin is nu Sil leest. Je maakt de zin langer door te vragen, wat leest Sil? Een strip. De zin is nu, Sil leest een strip. Je maakt de zin nog langer door te vragen, waar leest Sil? Op zijn bed. De zin is nu, Sil leest een strip op zijn bed. Je maakt de zin nog langer door te vragen, wanneer leest Sil? Voor het eten. De zin is nu, Sil leest voor het eten een strip op zijn bed. De zin wordt steeds langer door vragen te stellen over het werkwoord. Hallo jongens en meisjes, jullie hebben net gekeken naar de 2 herhalingsfilmpjes die bij deze les horen. Namelijk les 17 en les 19. We beginnen met les 17. Dit heb je geleerd. Je hebt geleerd hoe je een zin langer maakt. Dat doe je door vragen te stellen over het werkwoord. Weet je nog? Bij een werkwoord kun je vragen stellen. Wie, wat, waar en wanneer. Zo wordt de zin steeds langer. In het voorbeeld zijn ze begonnen met het werkwoord lezen. Wie leest? Sil leest. Wat leest Sil? Sil leest 1 strip. Waar leest Sil? Sil leest 1 strip op zijn bed. En wanneer leest Sil? Sil leest voor het eten 1 strip op zijn bed. Op die manier kun je de zin dus steeds langer maken. We gaan kijken naar de opdrachten. Kies 1 antwoord. Maak de zin langer. Milan zwemt. Wanneer zwemt Milan? Elke dag. Vaak. Om 4 uur. Milan zwemt, puntje, puntje, puntje. Zo ga je dat bij al die zinnen doen. Doe je 4 keer, dan heb je les 17 af. Maar vandaag maak je ook les 19. Hier had je geleerd hoe je een groepje van 3 woorden maakt die in een zin bij elkaar horen. Het groepje bestaat uit een lidwoord, een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord. Mama geeft Sil 1 dik boek. 1 is een lidwoord, want een lidwoord was de, het, 1. Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een mens, dier of ding. Dus in dit voorbeeld is dat het woordje dik. Een zelfstandig naamwoord is een mens, dier of ding. In dit geval dus 1 boek. Zometeen, bij de eerste opdracht. Welk bijvoeglijk naamwoord of zelfstandig naamwoord hoort in de zin?
Zet er een rondje om. Tip: soms helpt het om de zin die erna komt te lezen. Geheimagent 208 geeft Leo een klein paard, pakje, huis. Ze hebben gekozen voor pakje, omdat als je doorleest, dan zie je staan in het pakje zit. Er hoort in die zin dus het woord pakje te staan. Dat gaan jullie bij deze zinnen zelf doen. En dan alweer de laatste opdracht. Maak de zin af met een lidwoord, een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord. Kies uit elke rij een woord. Dus je kiest er eentje bij het zelfstandig naamwoord, bij het bijvoeglijk naamwoord en bij het lidwoord. Uit elke rij één en op die manier maak je nette zinnen. Dat doe je 4 keer. Heb je dat gedaan? Het nakijkblad vind je op Teams. En daarna ga je nog lekker even naar Taalzee. Succes!